Nu de map met afbeeldingen in de public map van Dropbox staat, kunnen we beginnen met het werken in Dreamweaver. We starten Dreamweaver op en we gaan eerst natuurlijk de site definiëren. Juist omdat ook die site-structuur zo belangrijk is. We gaan hier naar die Dreamweaver site. We kiezen Lightbox Training. En we selecteren de map waar die in staat. Dus dat was in de Dropbox, daar in de public map. En daar hadden we een map staan, Lightbox Training. Die kies ik voor hier voor dit geheel. En dan is de site definitie klaar als je hiervoor opslaan kiest. En je kunt ook weer hier in de map stedelijk kijken. Dan zie je hier de afbeeldingen met daarin ook de terms. We gaan eerst een nieuw HTML document maken. En die slaan we allereerst maar op. En die geven we niet de naam index, want dat zou niet voorstellen dat er een hele grote site is met meerdere galleries. We geven hem als het ware de naam van de gallery zelf. In ons geval is, in mijn geval is dat een bezoek aan stedelijk. En daarnaast kunnen natuurlijk ook meerdere mappen straks komen voor meerdere galleries en ook meerdere bestanden voor meerdere galleries. Die slaan we op. We kunnen dus een titel hier aan geven. Bezoek aan het stedelijk museum. Hier kunnen we natuurlijk ook hier in de weergave van de ontwerpweergave van Dreamweaver ook even kopiëren. Dan staat dat als een tekst. Daar kunnen we vervolgens een kop 2 van maken, of kop 1. En dan kunnen we verder naar het ontwerpweergave toe gaan. Goed, dan staan we daarachter. En we gaan naar de volgende, we drukken op de enter toets en dan komen we hier in een paragraaf terecht. En dan kunnen we de verschillende terms gaan opzoeken. Hier is een map en daarin zitten dan de terms. En die kunnen we dan dus zo hier plaatsen en loslaten. Oké. En vervolgens de volgende afbeelding. En ook daar is geen alt tekst nodig. En zo kun je ze rustig en netjes, als je ze maar naast loslaat, komen ze daar vanzelf erbij. En zo plaats ik dan de laatste afbeelding. Ze staan heel dicht tegen elkaar. Dat is misschien niet wat we wensen. Maar als we nu eventjes kijken naar de codeweergave, dan zien we ook eigenlijk wat er aan de hand is. En alle afbeeldingen staan eigenlijk zo heel dicht tegen elkaar aan. En dat is niet wat we wensen. Eigenlijk moet er zo'n spatie tussen. Maar we kunnen in de codeweergave net zo goed ook de overgaan naar een nieuwe regel. En als je dat dan doet, dan gaat het vrij snel. Je drukt een paar keer op de enter toets en dan staan al die images en dan krijg je zo'n stukje zeer overzichtelijke code. Nu die code hier zo heel netjes staat, kun je natuurlijk ook nog werken aan het weghalen van de grootte van de afbeeldingen. Want deze doet er in de werkelijke situatie niet meer echt toe. Als we nu kijken naar het ontwerp, dan zien we dat er kleine ruimtes ontstaan tussen de verschillende afbeeldingen. En kijken we dus in de afbeeldingenreeks, dan staan hier dus overal de afbeeldingen zo sec naast elkaar. Vervolgens gaan we ze koppelen. En dat is in Dreamweaver niet zo'n groot probleem. Als we hier in de code weergave kijken, eventueel na verversen, kun je zo'n afbeelding selecteren. En dat kunnen we ook in dat ontwerpdeel heel erg eenvoudig doen. We selecteren zo'n kleine thumbnail. En dan zie je hier in de HTML-weergave, zie je dus, als het goed is, de eigenschappen van deze afbeelding. Hier staat hij ook. Maar je kunt hem ook daaronder nog koppelen. Dus klikken wij op deze map waar we de afbeelding aan willen koppelen. En dan koppelen we hem dan aan de grote afbeeldingen. Dus dan kijken we naar deze weergave. Je zou ook nog inderdaad in de weergave zo kunnen kijken, stedelijk. En dan kun je de grote stedelijke afbeelding kun je dan vinden. En zo weer ook voor de volgende hier het trappenhuis. En dan ga je die ook weer koppelen. En dan zoek je de grote foto van een trappenhuis. En op deze wijze zomaar verder. Als nu zo alle afbeeldingen gekoppeld zijn, ziet dat in de code er op deze manier uit. Je kunt als je de bestandsnamen hebt gedaan zoals in het video,
kun je ook meteen hier controleren of de koppelingen kloppen. We gaan dit vervolgens natuurlijk testen. We slaan het document op, appeltje S. En we kijken wat dat voor resultaat biedt. We hebben hier dus de kleine afbeeldingen en klikken we op zo'n display, dan zien we de grote afbeelding, kan vervolgens teruggaan en dan kan je weer naar de afbeeldingen teruggaan. Dit is wat je als HTML document nog zou kunnen verwachten. En dan zal nu